Goed, dan gaan we naar Pozo del Esparto. Een strandje waar we nog niet geweest zijn. Het is 11 minuten rijden. Nee, kan geen kwaad. Het is gewoon een paar glaasjes die in het wasbakje staan. Volgens mij is de kroeg open, want er staan auto's geparkeerd. Kijk hoe dat geparkeerd staat. Ja hoor, er staat een zachte kroeg. Sla rechtsaf naar de A332. Bulten, die zijn hier wel hoog. Rechts speeltuintje voor kinderen. Dat is heel leuk hoor. Ze zijn niet gek op kinderen en er zijn ook heel veel speeltuintjes. Hoe klein zo'n dorpje ook is, er zijn altijd speeltuintjes voor de kinderen. Ja, kroeg 2, dat zit ook al kerels. Dus als we boodschappen gaan doen, dan rijden we dit stukje altijd. En normaal gaan we dan... Oh, de supermarkt is open. Het is Goede Vrijdag, maar toch is de supermarktje... Ja, de supermarkt open. We gaan rechtsaf. Ja. Epo's heb je hier ook. Wij noemen dat Epo's. Lukke die gaat lekker liggen. En Leo gaat lekker sturen. De fietsen mogen hier gewoon natuurlijk fietsen. Maar er zijn hier geen fietspaden. Daarom is er een nieuwe regel dat je minimaal 1,5 meter een fietser moet passeren. Het is ook niet zo druk als in Nederland natuurlijk, dus dat scheelt ook wel, want anders zou het nog gevaarlijk zijn ook. Alleen in grote steden, daar zijn wel af en toe fietspaden. We waren bijvoorbeeld in Valencia, daar waren maar hele mooie fietspaden, weet je nog? Ja. En hier in Kweef was de Amazora, niet overal, maar daar zijn ook fietspaden. Ja, en die zijn mooi rood. Ja. Nee, groen. Rood en groen. Daar komen we nog wel een keer op terug. Is dat de oude wals? Ah ja. Ja. Ja, oude wals en een parkeerplaats. Ja. Misschien denken jullie van jeetje wat kaal, maar wij denken dan, goh, wat weinig bebouwd. Ja. En zo kan je het ook zien. Hier is ruimte. Hier is ruimte, ja. Dus als je de mensen op wil zoeken, nou, dan ga je gewoon naar een stadje. Dus die 1,5 meter. Voor op het dashboard zien jullie een schaapje liggen. Dat is het schaapje van Lucky. Ze gaan slapen dan. Doen we daar wat lekkers in. Dat weet ze al. Dat is vaste prik. Dat doen we al van pup af aan. Ja, kijk. Hier zie je een buikje. En daar doen we dan wat lekkers in. En dan eet ze dat leeg. En dan gaat ze lekker slapen. En leg hem in de hoek van het raam, omdat ze hem anders misschien kapot gaan maken. Even zien op mijn navi. Het is nog 7 minuten rijden. En dan komen we. Zie. Mijn stroom uit.
staat al aan. We hebben hier de camera. Hier. En dit is de achteruitrijcamera. Die moeten we nog even aansluiten. Het zou best wel eens druk kunnen worden op het strandje, want het is natuurlijk Goede Vrijdag. Spanjaarden zijn vrij, hè? Ja. Weer een stuk brug. Nou, gisteren hebben we iemand gesproken. Erwin Gerlach. G-E-R-L-A-C-H. Die woont al heel wat jaren in Spanje, in Malaga. Maar die regelen dus de overschrijvingen en het gedoe om de auto's in te voeren. En dat kan nogal een gedoe zijn. Er zijn drie manieren. En de beste manier, dat is met de verhuisboedel, wat we dus al van plan waren. Want dan zijn de regels minder streng. Hij vraagt een fee voor €150 per auto. Dan regelen ze echt alles. Ze weten de juiste wegen te bewandelen, de juiste mensen te spreken. Handelen de belasting af? Handelen de belasting af, echt alles. Ze stellen het totale pakket. Ja, ga mee met de keuring. Dus wij vinden dat een hele schappelijke prijs. De zee. Ja, verderop ziet Leo de zee al. En wat zegt de Navi? Over 1,9 kilometer moeten we eraf. De AL7107. Ik ga hem er even bij. Want over 3,7 kilometer, dus 5 minuutjes, zijn we er al. Het schijnt een rustig strandje te zijn. Dat hebben we gehoord van Elvira, die nu tot morgen eventjes in Los Lobos is, omdat haar ouders te wonen. Heb ik jullie al verteld dat zij bij die Verenigde Emiraten werkt. Over 1 kilometer gaan we rechtsaf. Een aparte boom hebben ze daar staan, hè? Ja, lijkt wel nep. Dan aparte vorm. Dus als ze naar het strand zouden willen, kan dat natuurlijk met de camper, kan een beetje New Beetle, maar zeker ook met de fietsjes. Over 500 meter neemt de afslag al 7107 richting San Juan de Los Toreros, Pozo del Esparto. Over 350 meter gaan we rechtsaf. Dat is hier. San Juan de Los Toreros. Neemt de afslag al 7107. En dan gaan we op de rotonde. Gaan we gelijk de eerste afslag rechts. Dan gaan we parallel terugrijden. Over 100 meter neem op de rotonde de eerste afslag naar de al 7107. Oh, ze zijn hier ook al lekker aan het bouwen. Rotonde hier rechts. Scherp naar rechts. En dan gaan we op de volgende rotonde over 800 meter gaan we rechtdoor. Achter die bergen Los Lobos liggen, Leo. Over 400 meter neem op de rotonde de derde afslag naar Barriada Pozo del Esparto. Barriada Pozo del Esparto.
De derde afslag, dat is eigenlijk rechtdoor. De eerste, tweede, derde, Pozo del Esparto. Staat op het bord. Ja joh, kijk. Leuk. Verlaat de rotonde naar Barriera Pozo del Esparto. Ja, hierin, Pozo del Esparto. Kijken of we dan een parkeerplekje kunnen vinden. Over 600 meter, sla rechtsaf om op Barriera da Pozo del Esparto te blijven. We gaan nu scherp naar rechts. Oh, er staat al een camper daar. Oh, dat kunnen we wel erbij zetten. Nou, mooi camperplekje zo. Is Leo, als je een beetje rechtdoor gaat, hier. Misschien is dat een plekje. Ik weet het niet hoor, maar waar je dan uitkomt of is dat niks? Dan moeten we dan hier staan. Oh ja, hij kan er daar ook uit, hè? Ja. Hier kan je ook staan. Ja. Ja, wat je wil. Ja. Oh, mooi. Je kan zelfs naar beneden toe. Daar verderop zie je dat. Zijn ze aan het vissen. Of wil je verder doorkijken? Ik wil wel even een stukje daar. Oké. Okay. Is dat een Duitser? Dit is een Duitser. Ja, een Duitser. Als Rantrum in die Welt. Ik ga eerst even nog een stukje daar. Ja, is goed. Lucky die heeft al in de gaten dat er iets gaat gebeuren. Altijd als ze langzamer rijden, dan gaat die neus omhoog. Een mooie blauwe zee. Kijk, hier is een strandje, zie je? Ja. Nee, hier mooi. Ja, hier is het mooie. Oh, die hebben daar geslapen, die campers. Camper. Ja, dat is een hondje. Oh, dan kunnen we onze stoeltjes neerzetten. Dat is wel heel fijn. Ja, zetten we hier neer. Goed? Ja. Op dat ziet er zijn. Daar is ook. Ja. Die andere staat. Ja, ik weet niet of je daar. Ik denk dat je hier ook al kan staan hoor. Okay. Zo schuin achter die camper. Zo hier op dat pad daar. Kan je daar niet komen? Ja. Een dikke steen ligt daar. Hier ligt een dikke steen. Ik weet niet of je daar tussendoor kan. Ga je tussen die twee stenen door? Ik zet het daar. Dan sta je een beetje ongelijk. Ja. Niet mee eens? Ja, is goed joh. Doe maar wat. Maakt het niet uit. Doe maar wat. Zo, dat is goed. Stop maar. Anders moeten we die levelers gaan gebruiken. Daar heb ik geen zin in. Ja, dat hoeft wel niet. Dat staat toch goed, hè? De zee. Zie, la mer. Zo, lekkere golven, zeg. We hebben jullie meegenomen naar het strand. Ja, we hebben geen tijdmachine. Anders konden jullie erin stappen en ook even meegenieten. Maar tot zover. Zal ik hem loslaten? Ja, doe maar. Doei.